Welkom op de zoveelste editie, denk ik, van het Feest van de Jeugd. Voor mij nu de 10e. Zoals jullie sommigen misschien weten, gaat het mijn laatste editie zijn bij Tennis Vlaanderen. Ik ben maandag officieel gestopt bij Tennis Vlaanderen. Ik vind dat jullie dat wel mogen weten. Maar ik ga nog altijd wel in de tennis blijven, hoor. Ik ga niet naar de voetbal of zo. Stel je voor, of naar de hockey, whatever, of naar een andere sport. Dus ik ga wel in de tennis blijven. En af en toe ga je me nog wel eens zien passeren, denk ik, in het Vlaamse landschap. Ik heb mezelf misschien een beetje een challenge gegeven van maar een uur en een kwartier, ondertussen maar 1 uur en 10 minuten meer te geven. Ik praat graag. Hè. Sommigen zeggen dat altijd. Kan ik het goed uitleggen altijd? Ik vind dat leuk om te vertellen. Tweede challenge die ik mezelf geef is niet in praktijk te werken. Ik heb echt, ik denk dat we als federatie superveel praktijksessies hebben gegeven de laatste tijd. Dat hebben we toch geprobeerd. Van veel real life oefenstof. Ik denk aan vorig jaar starten van het punt. Ik dacht, nee, ik ga nog eens gewoon een chill, relax, theorie sessie, slideje en vooral luisteren een keer doen als afsluit. Dat is altijd wel een beetje een uitdaging om te doen. Het thema wat ik jullie wil in meenemen, ik heb wel speciaal de titel in 2 dingen gezet. Situationeel trainen of leren trainen of spelen, whatever, dat dat mag zijn, maar wel situaties, wel belangrijk. Eigenlijk komt het op dit neer. Dat is niet alleen in Vlaanderen hoor. Ik heb het geluk om ook in andere landen te komen. Het is heel vaak learn a swing in plaats van learn the game. En uiteindelijk moeten het wel gamers worden, onze kids. Die moeten eigenlijk wel een spelletje spelen. Liefst natuurlijk met een goede techniek. Dat helpt, want dan kan je wel meer dingen doen. Maar in C krijg je geen score op de techniek. Nou, maar dat is zoiets van, ja, waar ligt ergens die lijn? Is het nu helemaal naar links of is het helemaal naar rechts? Waar het ligt ergens in het midden? Daar wil ik jullie ook meenemen. Ik ga niet zeggen het is A of B. Ik wil gewoon zeggen er is A, er is B. En zoek u ergens een goede spot waar jij als coach jou goed bij voelt. Jouw methode. Dus misschien ook al een knipoog naar mijn sessie van 11 uur. Je moet wel een methode hebben als coach of als club. Waar je echt in gelooft. En niet zomaar iets doet omdat iedereen dat doet. Het tweede is, ik heb daar de kleuren voor gebruikt, van rood naar oranje. Alles wat je hier gaat zien over die tactiek, kan je ook bij start to tennis, bij tieners gebruiken, bij groen, whatever. Maar vanaf rood is eigenlijk een beetje het idee, start eigenlijk de eerste tennisles of het echte tennisspelletje. Blauw is te plat, die kunnen dat nog niet. Dat is echt de tennisspeeltuin. En eigenlijk heb ik een beetje van rood naar oranje. Waarom? Oranje lijkt mij een beetje de killing moment. Ik bedoel, killing van oké, ik kan het, come on, ik ben vertrokken. Ik kan een beetje tennissen, spelletje dan. Of, dat trekt echt, dat is zomaar toek toek, lepel lepel, terugspelen op en af. Ga naar de Interclub U9-3 kijken. Sommigen denken. Misschien beter in rood of nee, nog niet klaar, snap je? Ze zijn nog niet. En dat kan soms wel een killer zijn. Maar ook gewoon de bewustwording. Er is ook wel, je hebt rood, je hebt oranje. En misschien heb je ook spelers die in de fase zitten van rood naar oranje. Dat is misschien een nieuwe groep, bij wijze van spreken. Degene die die mengelmoeskleur hebben. Oké. Okay. 2 jaar geleden ondertussen al, de Kids Tennis Relaunch, alles rond beleving. Het moet echt wel het uurtje zijn dat ze een keer komen, want het gaat echt wel over de 1-uurskinden vooral, waar we ons op richten. De 5 pijlers, waarschijnlijk ga je ze nog wel kennen. Ik ga er toch vanuit dat je die nog kent als fanatic. De 4F-methode, het moet fun zijn, fit, fijn afwerken van vorm, functioneel. Het moet voor iets dienen, tactisch, technisch. 4F, herkenbaar. Materiaal. Vandaag ga ik nu geen materiaal gebruiken. Normaal gezien ben ik dan een fanatic in. Vandaag niet. Straks Wim wel, want hij heeft al een hele collectie hier klaargelegd voor starten van punt. Diem wel. Balkwaliteit. Hoe moet de bal vliegen? Of hoe vliegt hem? Dat kan ook dienen als feedback. Maar dat je wel werkt. We hebben bewust niks van techniek erop staan. Vorm. Maar wel de vorm dient om met de bal iets te doen. Als je meer dit doet, gaat hij waarschijnlijk hoger vliegen. Doe je dit of dat, ja, dan gaat de bal sneller vliegen. Doe je zo of zo, dat zal de richting bepalen. Dat speler zal wel snappen, als ik deze met mijn lichaam doe, gaat dat gevolg hebben op de bal. Gamification, daar gaan we eigenlijk vandaag vooral op in.
speel het spel of speel een spel. Wat is, hoe werkt dat nu? Welke knopjes zijn er allemaal aan dat spelletje? Hoe werkt dat Xbox-ding? En hoe kan ik daar goed in worden? En dan branding, dat is maar iets. Een beetje social media, jezelf verkopen. Niet onbelangrijk als coach. Dat is ook weer een knipoog naar de sessie van 11 uur. Daar ga ik er nog wel eens op in. Maar die twee zijn wel belangrijk. Dat zijn misschien de twee steunpilaren waar we vandaag wat vooral rond werken. Balkwaliteit, maar vooral de game. Dit is een beetje het gevoel dat ik soms heb. The race to the big court. Is dat verkeerd? Nee, iedereen moet naar dat grote terrein. Hè? Elke speler moet daarheen. Hè? Je moet ergens naartoe rijden. Hè? Maar liefst niet op deze manier ergens naartoe rijden. Dat gaat, maar dat is gevaarlijk. Er kan van alles misgebeuren onderweg als je tegen deze snelheid rijdt. Maar dat gevoel is er wel, denk ik. Dat het gewoon, come on, zo rap mogelijk. Oh, weer een kleurtje verder. Hey, ik heb deze winter oranje gedaan, nu moet ik naar groen. Snap je? Die mindset heerst er misschien. Dus het gaat te snel en het terrein is te groot daardoor nog. Voor hun lichaam of voor hun skills. En wie heeft daar een rol in? Ja, dat zijn ook de ouders. Niet onbelangrijk, want die zeggen, oh ja, maar ik schrijf ik nu in voor oranje, want ik heb vorige keer rood gedaan. Die denken dat dat logisch is. Na 1 komt 2, na 2 komt 3. Maar ook wij wel als coach hebben daar ook wel een rol in. Om dat misschien goed te verantwoorden. Waarom wel, waarom niet? En ook ja, de spelers daar een juiste beleving bij te geven. Van, oh nee, dat is nog niet jouw momentje. Maar ik denk dat iedereen zich daar wel kan invoelen. Ook al proberen dat af te remmen, maar wel de omgeving dat soms vraagt. Een clipje eigenlijk, wat ik al vorig jaar denk ik ook wel eens waar, blijft een goeie van Simon Wheatley. En het gaat eigenlijk over de court, de pace en de game. Dat clipje. Wie heeft dat clipje al ooit gezien? Oh, dat zijn er gelukkig niet te veel. Dus het is natuurlijk een beetje licht, maar kijk goed naar de details. Dus er zijn twee redelijke goede speelsters. Die op een bepaalde pace en een bepaald court spelen, een bepaald spel spelen. Dit zijn ook twee oké spelers, maar op een bepaalde court en een bepaalde pace. Het zijn geen slechte, hè? Maar als je dat nu over elkaar legt, die beelden, en je maakt dat court een beetje even groot, dan krijg je wel hetzelfde tempo wat die spelen. Dus dat ligt wel kort bij wat het ooit misschien moet zijn. Misschien is dat een beetje de over, hè? Ik bedoel, dat is wat met de haar trokken. Maar standaard, zo'n spelertjes die je nu zag op beeld, spelen in oranje in België. Daar ben ik zeker van. Snap je? Ik bedoel, dat is voor oranje. Die kunnen al een beetje tegen de bal slaan, oranje. Nou, en eigenlijk is het een beetje wat ik vandaag wil meegeven. Die kunnen misschien net wel, wow, next level rood spelen. Maar dat ziet er wel achteruit bewegen, verdedigen. Ja, dat gaan ze in oranje niet kunnen. Hè? Dat is zo wat. Terug tikken. Beetje het idee. Ik ga jullie meenemen in dat verhaal van, ja, we moeten daar wel rond bouwen, rond die spelers, met drie dingen. Drie dingen zijn belangrijk, denk ik, in dat verhaal. Het terrein. Op welk terrein kunnen we spelen? Daarmee van rood naar oranje. Dat is al belangrijk. Dat is een situatie die je geeft. Als het veld te groot of te klein is, ja, dat gaat problemen geven. Tweede is, wat is nu het spel? Of hoe kunnen we dat nu aanleren of in stukjes kappen? Wat willen we nu leren? Niet de vorm, het spel. En het derde eigenlijk was onze rol daarin, als coach. Om dat goed aan te leren en goed te brengen. Dus terrein, het spel en de coach. Dat zijn de drie dingen waar ik u meeneem. Het terrein is eigenlijk maar een mini-deeltje, het eerste. Het terrein groeit mee met de spelers, zetten wij altijd in de opleidingen. Ik heb er nu iets achter gezet. Ja, is dat nu lichamelijk en of... Het niveau, groeit dat mee echt met de groei? Of is dat afhankelijk van het spelniveau? Discussie. Dus je hebt het rode terrein, dat heeft een bepaalde afmeting. En je hebt het oranje, ik heb wel even het standaard terrein genomen, niet de kids tour. Standaard, deze afmetingen. En dat is eigenlijk, er zijn heel veel kindjes die binnenkort de winterlessen beginnen en dus van het rode terrein naar het oranje terrein gaan. Ik denk dat dat overal wel is. Die gaan van één naar het ander. Maar ik wil je even wel gewoon mee wat getal. Dat is ongeveer de oppervlakte. En de oppervlakte van de oranje is wel twee keer in één keer zo groot. Totale kort dat je moet dekken.
Dat is wel redelijk. Ay, als je dat zo bekijkt, is dat op dat tekeningsje sava, maar dat is wel een redelijke transitie. Los van de bal, die kleiner is en ook nog wel wat sneller vliegt. Dus het gaat al rapper, het is al kleiner om te pakken en dan ook nog eens op een groter terrein. Dat is misschien wel too much als je in juni je laatste les hebt gehad en je gaat nu 1 oktober je eerste les terug in Oranje doen. Dus ik wil jullie meenemen, ik weet van oké, dit is het rode terrein. De transitie van rood naar oranje, stel dat je zo'n groepje hebt, misschien moet je nu de eerste 10 of 20 weken zelfs een overgang gaan maken naar het oranje terrein. Je doet een klein oranje veldje, ze zijn niet zo skillful, een beetje korter zonder dubbelstrook. Ze zijn al wat beter, de spelers. Je neemt een iets groter, maar wel bewust heb ik dit tekeningetje. Nee, ik ben van onder niet vergeten. Je kan ook zo werken dat één kant het gewone rode terrein is. Ze moeten hier nog ontvangen, maar wel op een groot terrein al gaan zenden. Dus het ontvangen is nog kort, maar het zenden is al wel groot. Of omgedraaid. Het ontvangen is al veel groter, het vierkantje, en het zenden blijft nog altijd compact bewegingske. Dus maar hoe waar je wie zet. Maar dat wel kan. Het is niet standaard dit, dat het dan de volgende stap is. Ik wil gewoon zoveel mogelijk tools meegeven. Doe dat eens een keer. Niemand doet dat, hè. Ik weet dat, hè, dat niemand een langer en een korter stuk, dat is niet de realiteit. Maar misschien ben jij die coach die dat wel eens kan doen, in functie van het ontvangen of het zenden. Standaard rood, misschien moeten we dan eerst gaan naar de opslagvakjes. Dat is al van oppervlakte iets groter. Ik kon het niet meer met een pc, zo dat draaien, dat kon ik nog niet. Dat dat zo animatie ging, dan had je kunnen zien dat dat niet even groot is. Maar als ze dat al wel een keer doen, dan gaan ze toch al een andere setting. Van op het achterstrookje, oh nu spelen we over het gewoon net. Die mannen zijn content dan, ze. Oh yes, oh ja. Die voelen zich al, oh, progressie gemaakt. Weer een stapje vooruit. En dan kan je misschien zo ook eens een keer werken in rood, dat dit het terrein wordt. Oranje breedte, maar rode lengte. We gaan eerst in de breedte werken. Eerst dat leren op zenden, op breed. Altijd dezelfde lengte. Maar ook wel het ontvangen, wel meer lateraal bewegen. Dat is wel heel veel in tennis aanwezig. Lateraal bewegen, dat je dat ook wel er eerst in steekt. Voor knal weer al verder. En dan is misschien een andere, ik ga niet zeggen dat dat de volgorde is, maar een rood breedte en dan een soort van 16, 16,5 meter terrein, zoiets tussen rood en oranje in. Gewoon een heel lang, smal terrein. Kan ook een optie zijn. En nu bijvoorbeeld met de oranje bal, daarmee ook in het oranje. Het vorige was nog met de rode bal nog altijd. Een breed veld met een rode bal. Ah, nu, oké, smal en lang met een oranje bal. Je kunt ook met de bal switchen. Oh, en dan bijvoorbeeld, oké, gewone breedte, 16,5. We zijn er bijna om dan uiteindelijk naar het standaard te gaan. Zie eens hoeveel stapjes, er zijn nog meer mogelijkheden, hè, dat je kan doen van rood naar oranje met terreintjes, welke bal, wanneer. En dat is ook wel leuk voor de spelers, per 2, 3, 4 weken trap je bij. En want nu hebben ze 1 progressie, rood naar oranje. Dat is fijn. Dat geeft een overwinningsgevoel, maar misschien na 4 weken dat overwinningsgevoel al weg is, omdat het niet goed gaat. Maar als je dan meer stapjes, kan je dat wel doen. Tuurlijk, het moet praktisch haalbaar zijn. Hè? Dan heb je wel een volledig terrein voor jouw groepje van 4 spelers nodig. Misschien als je dan begint met meerdere roden op een terrein, ja, dat gaat dan niet. Okay? Maar dat je dat wel meent, ik hoop dat er mensen mee aan de slag gaan komende winter, die soft transition wel gaan maken. Los van het spel. Gewoon terrein en bal. Number one, dus de court meenemen. We gaan naar het spel. Als je vaak naar wedstrijden zou zien, heb ik soms wel dit, wat je nu gaat zien. Het is geen tenniswedstrijd nu. Het wilt gewoon iets voorstellen, wilt u een idee geven. Hoe spelen de kinderen het spel? Whoa.
That's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello! There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! 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 I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do. Oké, wat neem je daaruit mee uit zo'n filmpje? Wat zou ik daar mee kunnen aantonen of roept dat bij jou op? Heel interessant, ik heb vorige week bij de trainer Bees interessante dingen gehoord ook. Wat zou ik daarmee bedoelen met dit? Verwijzend naar de tennis, naar het spel. Shoot, je kunt niet verkeerd antwoorden. Niet? Ah ja, ze weten niet wat ze moeten doen. Ze kunnen zich niet redden. Oké? Okay? Ze komen in een bepaalde setting. Oh fuck, wat moet ik nu doen? Er zit veel in hoor. Ik kan schucht. Wat nog? Iemand iets anders? Dat is al een goeie. Ik weet dat het vroeg is, maar come on. Ja, ze kunnen zich niet aanpassen. Ze nemen zelfs geen iets. Ze passen zich echt niet aan, blijven gewoon staan. Ze proberen echt niks. Ja, ze wachten eigenlijk op hulp, maar dat valt mij wel op. Er is geen derde persoon die komt zeggen dat het wel moet. / de coach. Het is nergens te zien, de coach. Die zegt niks. Misschien is hij er wel, maar die zegt niks. Die zegt niet hoe dat het eigenlijk moet. Zit er misschien ook wel in dat clipje bij. Nog één ding dat er ook wel in zit, de twee verschillende reacties. Eén is heel gefrustreerd, het lukt niet. Heel gefrustreerd, zo kan ik ook spelen, dus als het niet lukt, dat die gefrustreerd zijn. Of sommigen die het zo weglachen, zo. Foef, foef, whatever, ik deed toch niet mijn best. Het is maar voor te lachen. En snap je, ook dat zit er misschien wel in. Er zit echt wel redelijk wat in dat clipje. Kijk zelfs misschien eens naar wat wedstrijden, dan zie je misschien sommige dingen terugkomen. Okay. Maar dat is wel een beetje ja, het spel. Gaat het over de swing, de techniek? Goh, het moet zo en die hoop check en oh, die elleboog. Of, gaan we die load geven? Of ja, je staat nu hier, dus die bal gaat misschien naar daar vliegen. Waar moeten we de volgende keer naartoe spelen? Opnieuw, A, B. Ik ga niet zeggen dat het alleen A is of alleen B, maar waar zit jij als coach of waar zitten wij als coach op die schuifbalkje? En dat is wel belangrijk dat we eigenlijk naartoe gaan. Ja, wat is nu de reality of the game? Ik heb geprobeerd daar wat dingetjes in te steken. Oké, dit is nu wel de realiteit in het spel. Of wat die kindjes nu heel goed zijn of minder goed. Welke dingen komen altijd terug? En vaak is het als ze er niet goed in zijn, mislukken ze daarin. Praten we over een hoog niveau, is dat net een dominantie? Maken ze daardoor punten voor zichzelf? Dat is het verschil vaak tussen goede spelers en slechte spelers. En dat is de bedoeling, hè? Je moet slim spelen. Oplossingen zoeken, slim, de tegenstander, dit, jij, dit. Dat lukt. En dat bestaat eigenlijk uit twee dingen. Move smart en hit smart. En dat gaat eigenlijk altijd over ja, ontvangen en zenden. Hit smart doen we denk ik wel al redelijk. Move smart is misschien iets anders. Dat hoor ik wel vaak bij betere spelers, die al goed zijn. Van, ja, je moet daar gaan staan, probeer te herplaatsen, doe dit. Maar misschien kunnen we daar net een heel groot verschil maken bij de mindere goden. Als ze dat ook weten, van, ja, je moet niet blijven staan, je moet daar gaan staan. Het bewegen ten opzichte van de bal. Want als je niet goed staat bij de bal, ja, dan valt je hit smart al meteen gedeeld door twee. En we zijn vaak bezig, en blauw of rood, op dat pannenkoekje. En maar wegspelen. Onze staan vastgelijnd. Maar tennis is elke keer op een ander spotje eigenlijk. Dus we moeten die beweging er wel in steken. Zorgen dat ze weten dat je in Xbox werkt. Skillful maken. Dat ze wel weten van, oh ja, oké,
Ze hebben mij geleerd, ik kan nu als dat stilvalt de trap opwandelen. Of misschien weten ze dat nog niet, maar zijn ze wel al met hun skills die ze allemaal hebben, nou, misschien kan ik omhoog wandelen. Niemand heeft dat gezegd, maar ze vinden wel een oplossing. Je kunt niet alles trainen. Hè? Dat shot zo tussen je benen of zo rap, dat trainde niet. Hè? Maar dat is gewoon, ja, je valt terug op je skills. Heb je er weinig, dan is dat toek tegen je hoofd. Heb je er veel, dan heb je die misschien nog net gehad. Daar gaat het een beetje over. Maar we moeten dat wel aanreiken, dat de spelers weten hoe werkt het spelletje. En hoe moeten we dat spelen? Wat gebeurt er? Wat en how? Dat zijn twee verschillende dingen. Dus ja, game experience, dat zijn eigenlijk twee zaken die game experience bepalen. In welke situatie kom je? Het terrein is daar één van. Dat laten we nu even passeren. We gaan echt over de tactiek. En ook wel, ja, in die situatie was de bedoeling. Is dat overleven of is dat scoren? Dat is wel een heel groot verschil, hè? Intentie. Oh, dan denk ik hier content. Ça va. Of oh, ik wil hier weg. Dat is niet goed. Dat is de verkeerde. Ik wil hier weggaan. Of ça va, ja, ik ga hier proberen punten te scoren. Dus was de situatie, dat kan verschillende dingen zijn. Basislijnspel, doen we zeker genoeg. Netspel, doen we dat veel, maar leren we ze ook spelen tegen een netspeler. Doen we dat al in rood of oranje? We doen sowieso wel, iedereen doet wel volleys. Hè? Maar maken we ze ook wel skillful om, stel dat er iemand op net staat, wat doe je dan? Wat kunnen we dat allemaal doen? Welke situaties zijn er allemaal? Waar staat jij, waar staat je netspeler, hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk weer de andere kant. Heel vaak is het de andere kant, moet je nog eens doen. En dan de laatste, starten van het punt. Dat hebben we vorig jaar al wel wat opgehamerd. Ook belangrijk dat ze dat goed kunnen. Want ja, alles wat hier zit, ofwel moeten we met de service beginnen, ofwel met een terugslagstartje. De reality of the game, je begint altijd zo. Reality of practice. Ik ken vroeger ook, hè, deed super weinig terugslag. Had ik gewoon naar oranje en rode spelers? Bijna niet. Niet. Bijna niet. 3 weken later Interclub. Oranje. Lastig dan natuurlijk, hè. Om dan in één keer dat te kunnen. Maar dat is wel de reality. Of we steken het van achter in de training. Oh, laatste 10 minuten maar, hè. Mandje. Mandje service. Er staat geen tegenstander. Ik bedoel, geserveerd maar de box in de box. Maar eigenlijk moet de bal iets doen met jouw tegenstander, liefst. Speel links, speel op de body. Je kunt er heel veel mee doen. Zelfs in rood, hè. Zet daar 2 kegels, 2 hoge stokken. Ah, damn, wat hij alles. 2 hoge stokken. En je probeert daartussen te spelen. Dat is eigenlijk waar de speler zou staan. Op het lichaam leren serveren. Dat is hetgene waar je ook qua inzicht wel wilt, naar die rode. Middelmatig niveau, gewoon pannenkoekengreepje. Maar wel dat ze wel de mindset hebben. Het is niet te doen in de box. Je moet er natuurlijk in spelen. Hè? Maar mijn bal doet iets met de tegenstander. Oh, op het lichaam. Oh, aan de voorhandkant. Oh, aan de backhandkant van de stokjes. Dat is misschien maar een klein verschil. Maar ik denk wel meer naar de reality linkt dan. Op die manier. Oh, dat hoop ik dat jullie nu die 40 coaches zijn die volgende winter dan het verschil kunnen maken op de club. Hè? Iedereen denkt, wat zeg je bezig met die stomme stokken? Joh? Doe toch gewoon vierkant en vierkant zoals iedereen. Ze gaan kijken, wat zeg je bezig? Dat is hetgene wat je moet hopelijk kan doen. Maar basislijnspel, netspel, starten van het punt. Intenties, alomgekende. Ik verdedigen is het, oh, ik moet hier weg. Neutraliseren, het is dus van min of moeilijk naar gewoon terug naar de rally. Gewoon rally houden, opbouwen. Drukke scoren, tegenaanval. Tegenaanval is een speciaal geval. Kort samengevat is het rally houden, 0. Verdedigen of proberen te scoren. Dat is genoeg, denk ik, in oranje en rood. Van verdediging, rally, scoren. Dat zijn er maar 3 in plaats van 6. Meer dan genoeg. Er is een heel leuke Antwerpse versie ook van. Ja, Antwerpse omschrijving heeft een van mijn... Ik weet niet of dat ooit iemand dat heeft zien passeren, is wel zeer grappig. Ik vond het niet meer terug en ik heb er zeker in gestoken. Maar belangrijk, dat je niet alleen de situatie hebt, diepe ballen, maar hoe speel je nu terug? En dat kan ook zijn intentie, meerdere intenties in eenzelfde situatie. Krijg je een diepe bal, oh ik zit in min,
ik kan die gewoon rustig diep terugspelen. Ik kan die naar de backend terugspelen, sneller. Je hebt verschillende oplossingen, dat je dat ook wel. Het is niet altijd, ah, je zit in A, dan is het antwoord ook A. Je zit in B, het antwoord is B. Dat ze wel weten van, je kunt nog keuzes maken. Maar niet onbelangrijk dat je dat er ook in steekt. En dan is het niet meer zo moeilijk om de balkwaliteit te bepalen. Hè? Ah, ik zit in een basislijnspel en ik krijg zo'n bal, ja, dan moet ik krijg een diepe bal, ik wil verdedigen. Ah ja, dan speel ik hem omhoog. Ah, dan speel ik hem diep. Als je een beetje logisch nadenkt, komt dat dan vanzelf. Dit zijn vaak woorden die we op de planning wel terug tegenkomen, denk ik. Oh, deze week is er allemaal een backend. Deze week is er al opslag. Deze week, als het er al in staat, deze week is er al terugslag. Deze week is het forehand volley vooral. Goed, hè? Maar ik denk dat dit nog beter is als je naar deze thema's gaat gaan, waar misschien af en toe wel eens een slag in terug voorkomt, maar meer het spel tegenspeler dwingen backhand te spelen met jouw terugslag. Dus we gaan de terugslag oefenen en het doel is met je terugslag dat degene die geserveerd heeft backhand moet terugspelen. Dat is het doel. Je staat altijd klaar, je serveert en elke bal, forehand, backhand, whatever, body, de bedoeling is om op de backhand te spelen van de serveerder. Kan je een rood denken? Rood bovenhands gooien. En speel altijd naar de backhand kant terug. Kan op rood niveau, hè? Dan misschien met frontaal toetsen. En je bent vertrokken. Kan je op elk niveau doen. Start uw tennis kan je ook doen. Aangepast terrein, aangepaste bal misschien. Korte bal ophalen. Lukken in een verre verplaatsing lateraal. Daar oefenen. Het leren ontvangen. Stel, ik krijg een verre bal aan de zijkant. Hoe moet ik dan bewegen en die terugspelen? Ah, die komt traag, die komt snel, veel opties. We gaan daar eens wat dieper op in. De bodyopslag, we gaan die oefenen. Opslag op het lichaam. Onverlaatst nog een meisje gehad, 18 jaar, ongeveer min 15, 4a. Was een eye-opener, hè? Ah ja, op het lichaam serveer. Ik zei, ja, sorry dat ik het zo zeg. Meisjes zijn niet zo goed in het op het lichaam. Ze zijn heel goed na de bal, maar recht naartoe. Moeten doen, hè. En die Ruben was echt keigoed, keiveel. Niet punten meegemaakt, maar wel een gemakkelijke bal 3 gekregen. En snap, ik bedoel dat ik ook denk van, ja, min 15-4a, je weet dat zelfs niet, of wat? Misschien zegt ook veel iets over die speler, of over de begeleiding van ze. Maar dat gebeurt soms, hè. Oh ja, oké, dat kan ik wel doen. Ja, maar gewoon reality of the game, merkt vrouwentennis, niet gemakkelijk, doen dan. Dat moeten we doen, want dat kunnen ze niet goed, de tegenstander. Ja, dat erin zit. Rallybalans, of de rally houden met lengte. Gewoon in de rally blijven, come on. Niet weggeven, niet 5 keer. Je moet diep kunnen blijven spelen. Niet zo 1, 2 en vanaf 3, 4 is een korte bal. Dan gaan ze maar afkletsen. Hè? Houden. Blijf die rally houden, houden de anderen achterin. Wanneer opkomen naar het net? En ook niet. Dat zet ik er wel bewust bij. Want meestal doen we opkomen naar het net, allemaal korte ballen. Ja, maar ja, dan leren ze niet. Nu moet ik. Je moet van achter blijven. Dat is ook wel een belangrijke skill. Oh ja, dat is een korte. Check. Oh nee, moet ik van achter. Dat je ook dat wel oefent. Of het draaien aan de voorhand. Komt straks nog wel, ga ik er wel eens op. Maar het zijn wel andere thema's. En hey, zo kunnen er nog veel schrijven. Hè? Bij dat andere, bij het rood, was ik snel uitgemolken. Qua slagen die er zijn. Je kunt nog wel naar slagers gaan, blablabla, bla, bla, maar dat is al voor rood-oranje moeilijk. Maar situaties, we kunnen nog wel een pak verzinnen eigenlijk, om daarin te gaan werken. Dus probeer die switch ook te maken. En dit kan wel, denk ik, op rood niveau. Alleen moet je de setting en de oefening aanpassen, dat geef ik toe. Ik moet afdalen. Een voorbeeldje over dan situaties, starten van het punt, partnervorm, misschien een trainer. Dat zijn al vaardige spelers, maar ze spelen nog wel op rood. Ik ben er ook van overtuigd, standaard staan die dan weer al op oranje te tikken. Nee, doe maar rood, want dat gaat beter. Die gaat meer lukken. Dat is wel fijn als je veel lukt. Om dan vertrouwen, check. Intentie is eigenlijk de serveerder uitwisselen en we gaan wat richting opbouwen. We gaan wat dat ze wat druk gaan zetten. Snap je? Dat is de bedoeling, van gewoon het lukt naar het moeilijk maken voor de anderen. Bovenhand, hoe dat die serveren, dat kan je nog kiezen. Hè? Ah, wel gewoon het veldje in 3, niet standaard in 2. Serveren in de middelste zone,
terugslag in dezelfde zone. Fijn afwerken. Voilà, serveren mag je kiezen, terugslag altijd in het midden. Dat is wel de reality of the game, hè? Als je naar de top gaat kijken, die eerste opslag die speelde je allemaal in het midden terug. Niet naar de hoeken, hè? Midden en diep. Al toppers, nou, dat gaan wij dat ook doen. En daar wil je eigenlijk naartoe, hè? Je gaat, dit is misschien een tussenstationetje, maar hier wil je wel naartoe. Je gaat serveren. Voilà. En je gaat spelen waar de tegenspeler niet staat. Nu beweegt hij weg, hè? Maar initieel is dat wel het doel, hè? Dat je altijd om een tegenstander aan de linkerkant, oh, dan speel ik naar de rechterkant. Maar de leerlingen moeten wel leren kijken. Hè. Dat is wel een skill die we wel moeten ontwikkelen. Hè. Ik doe mijn opslag, ik ga dan een terugslag spelen en terwijl ben je ook naar de bal en naar de speler aan het kijken. Dat is wel een skill die we moeten aanleren heel vroeg. Het is niet alleen de bal. Wij doen dat allemaal onbewust. Hè. Dat zijn dingen dat je nu denkt, van, ja, dat doe ik eigenlijk wel. Je bent altijd wel een beetje bal en speler. Maar we moeten dat wel ook, die kinderen van, oké, roltrapje naar boven. Dat we er wat over babbelen. En dan als ze dingen gaan zien. En daar is nu maar een voorbeeldje van een progressie. Maar ook weer, ik denk ook weer, die drie zones, vaak is het links-rechts. Ah, kijk maar, je kunt ook links-rechts en een middenstrook leggen. Kan je weer wat dingen mee gaan doen. Er staan nog genoeg oefenstof op het platform voor jou of voor jouw coaches die je meehelpen in de kids tennis. Dus dat is een beetje de insight, het spel. Welke situatie komen we, welke intentie hebben we en hoe kunnen we daar wat mee omgaan? Okay. Natuurlijk de laatste rol, de coach, dat is wel natuurlijk de kok, hè? Die daar een goed gerecht van moet maken. Want je hebt natuurlijk al het terrein en je hebt het spel. Mooie ingrediënten, top ingrediënten als je goed kiest. Maar je kunt nog altijd daar een heel slecht gerecht mee maken. Koop ik thuis elke week keigoeie ingrediënten. En er wordt elke dag keigoed gekookt. Dat ik een goede kok gelukkig thuis heb. Maar dat kan ook een hele slechte kok zijn, hè? En dan zitten daar met je goeie, dat is altijd aangebrand, altijd te plat gekookt, te hard gekookt. Dat is wel de coach. Dus kort en spel is number one. Maar hier, nu moeten wij ermee aan de slag gaan. Met die twee dingen. En dat is een beetje, dat quoteje is ooit eens op mijn Instagram toevallig is gezet. Ik denk in een opleiding dat iemand dat eens aanhaalde van, was het verschil, Ruben, tussen een goede coach en een gewone coach voor iemand dan mij? Wat vind jij nu in één ding een verschil tussen iemand in de cursusgroep of het verschil tussen goed en great? We gaan nu niet zeggen slecht en goed, hè? Good en great. We kunnen nu next level. Voor mij was dat eigenlijk een beetje het verschil. Gewoon een goede coach, die kan spelers bezighouden, die doet leuke oefeningen, die vult de les. Die 60 minuten zijn bezig geweest. Goed bewogen, goed getennist, veel gedaan. Top. Goeie coach. Hoe kun je nu naar great gaan? Dat is dat je echt die tactische dingen doet. Niet voorhand gewoon veel of veel dit. Maar we gaan de tegenstander doen bewegen. Je geeft tips in wat nu gaat komen. Je vult de training heel goed in op het niveau van een speler. Invullen of vullen. Dus maar een klein verschil van woord. Maar op de baan wel een redelijk groot verschil. Vullen of invullen. Je vult het in voor het niveau van de spelers. En dat is een beetje, die tekening heb ik nu altijd gebruikt. De topcoach, zullen we die maar noemen. En dat is number one. Eerst is al, ik heb al gesproken, learn a swing. Dat is eigenlijk bad, zullen we zeggen. Let them play, come on, laat hem al gewoon maar tennissen, spelen, veel ballen raken. Check, check, veel situaties, gooi ze daarin. Dat is goed al. Nog beter, dat is dat invullen, hun helpen om beter te spelen. Als ze al veel aan het spelen zijn, dan is al, jouw initiator, heel goed. Ja, hier is diploma-initiator, je laat ze veel spelen. Instructeur B, dat verwacht ik wel dat je ze helpt om beter
te spelen. En als iemand iets veel doet, je wordt automatisch daar beter in. Hè? Maar jij maakt, uw rol wordt wel wat belangrijker. Door dat knopje of dat knopje te duwen, gaat het wat rapper. Moeten ze geen 100 uur komen, maar 50 uur. Natuurlijk, dat is ook tegen uw business machine in. Maar bon, kunnen de 50 uur andere spelers pakken dan die komen. Maar help them to play better. Dus we willen echt wel speel slim doen rond dat ontvangen, zenden of ontvangen en zenden. En dat is een beetje wat ik vorig jaar heb aangehaald, waar Wim ook nog wel eens op pikt. Ja, je hebt een speler, je hebt een skill en je hebt een omgeving. We gaan een beetje in op die omgeving. En als je die drie dingen goed weet en een correct iets maakt, ga je echt vaardigheden aanleren en ze worden onbewust bekwaam. Ze denken daar niet bij na. Want ja, ik weet niet, maar als jij een match speelt, zeg je niet bezig van oh, ik moet deze greep nemen, ik moet op mijn linkerbeen duwen. Dat denk ik niet aan een match, man. Dat doe je allemaal onbewust. Hè? Een split step in het midden. Ik denk er niet aan in mijn match. Dus dat zit erin, hè. Dat is onbewust, kan ik dat. En dan moet je, sommige kindjes die staan daar, niet in het midden of geen split, ja, die moet je dat aanleren. Zodat ze dat zonder nadenken doen. Maar wel belangrijk dat die drie dingen er zijn. We gaan het toch doen, want heeft iemand de vier ballentruc al gezien? Nee, want iedereen kijkt van wat zeg jij nu op een zaterdagochtend. Hier gaat het over. Je hebt de speler, je hebt de skill, zeg je dat goed filmen, hè? En je hebt de omgeving. En dit is de vaardigheid dan. Kijk, die is redelijk, staat op een verhoogje en die staat redelijk stabiel als je daartegen duwt. Staat stabiel, hè? Vaardigheid, die skill is een beetje wat minder of wat beter. Dat valt niet direct om. Stel dat je er maar drie hebt. Ik hoop dat de tafel mooi recht staat. Nu komt het moment. Kan je die vaardigheid... Maar je ziet, ik moet al redelijk balanceren. Die kan ook nog altijd redelijk hoger niveau getild worden. Maar als er iets of wat niet klopt van die ondersteuning, dan is het wel direct naar de knoppen. Valt het als een kaart te harsen in elkaar. Dus dat is niet stabiel. Ze moeten wel altijd met die drie dingen rekening houden. Dat stel je doet een omgeving en een skill, maar op de verkeerde baan. Dat is het voorbeeld. Dat gaat niet goed komen. Dat komt niet goed. Dat stort snel in elkaar. Maar wat is dan nu slim spelen? En dan eigenlijk ook wel slim trainen. Dat is onze rol. Dat we daar naar toe stappen, want dan moeten ze wel beseffen dat ze daarvoor moeten oefenen. Dat is één, herkennen. Oh, die bal komt diep. Ja, dan is wel regel nummer 1 dat je weet, was een diepe bal. Of was een snelle bal. Dus vaak bij rood, toch ga ik weer al materiaal gebruiken, bij wijze van spreken. Ongelooflijk. Je legt een zone. En je hebt een korte of een diepe zone. En de speler staat daarachter. Ja, en die moet eigenlijk gaan zeggen, de bal die aangevlogen komt, als die in de lucht is, of dat die kort of diep is. Doe dat maar eens met je rode of oranje. Jullie kunnen nu misschien een andere hoek zien. Dus als de bal in de lucht is, roepen jullie heel luid, kort of diep. Zijn jullie ready? Maar in de lucht, hè? Niet als een botste, mannetjes. In de lucht, hè. Klaar? Maar goed, 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 goed. Zijn jullie klaar, tweede bal? Okay. En dat moet zo snel mogelijk. Pas op, voor ons, ça va. Je staat nu ook wel in die hoek. Als je hier staat, jullie kunnen heel mooi de afstand inschatten natuurlijk. Maar van hier, ja, dat komt gewoon recht op je af, dat je dat wel leert. Kleine tip, ik doe dat heel vaak met pittenzakjes dan. Waarom? Dan blijft dat liggen. Dan is er geen discussie. Dan heb je de plaats van de stuiten van de bots, heb je. En dat is goed in een zomerkamp, waterballonnetjes. Dan krijg je zo'n plek. No discussion. Klinkt belachelijk, hè? Makkelijke oefening. Maar hier falen nog heel veel rode spelers in dergelijke oefeningen. Ja, sorry, maar als je dat niet kunt, hoe kun je dan nu achteruit bewegen, klaarmaken, terug diep spelen? Dat is wel next level al.
Ze kunnen dat nog niet. Maar wij verwachten wel dat ze dat allemaal in rood direct dan achteruit checken en ook terugspelen. Misschien moeten we eerst beginnen met dat herkennen. En dan misschien gewoon bijvoorbeeld dat we zeggen, als hem diep is, je kan nu gewoon kort diep. Maar nee, je moet het niet roepen. Toon mij dat. De bal vliegt en hij gaat diep, moet jij... Jij zegt niet diep, maar je toont mij diep. De bal is kort, je toont mij kort. Ik wil een beweging zien. Volgende stap. En zo bouw je. Toon mij dat. Dat is hetgene waar je naartoe wilt. Maar ze moeten eerst herkennen. Volgende stap is, ja, je herkent dat de bal diep is bijvoorbeeld. Ga ik een keuze maken. Een keuze maken, wat ga ik daar nu mee doen? Ga ik terug gewoon diep spelen? Of ga ik naar de backhand spelen? Of ga ik snel spelen, whatever, of snel en diep? Maar ze moeten wel weten dat er bepaalde opties, keuzes zijn. Welke decisions zijn er? En jij kiest er een die jou zo goed mogelijk lijkt. Denk aan de roltrap. En natuurlijk, ja, als er weinig in hun hoofd zit, hebben ze niet veel decisions die ze kunnen maken. Maar we moeten ze wel leren dat ze keuzes moeten maken. Dat die er zijn en dat ze die maken. En misschien, dan is de feedback heel snel. Hè? Als je dan bij het laatste stapje komt, waar we heel veel mee bezig zijn, het uitvoeren, het slaan van de bal of de balkwaliteit. Ja, je herkent iets, je maakt een keuze, je voert het uit. Ja, je krijgt direct feedback. Hè? Mijn keuze is diep, als je tekort. Stel dat aan het wijzen, wat zitten wij altijd te doen? Dat is niet diep, dat is niet diep, te kort, speel dieper. Ja, eigenlijk weet dat kind dat, hè, want die ziet ook die bal botsen. Die zijn niet, misschien geef je een bepaald IQ soms les, maar die gaan dat wel zelf weten. Maar ja, tuurlijk, jij weet niet welke keuze ze maken. Misschien moeten zij roepen, komt de bal af, diep. Ik ga voor diepe bal. Bal is niet diep. Maar die gaat dat weten dan. Hè? Als zij er in rood of oranje, dan weten die dat. Ah, diep. Ah, het is voor de lijn, shit. Ik heb wel een keuze gemaakt. Je weet dan als coach, ze maken een keuze, maar ze hebben het nog niet goed uitgevoerd. En stel dat ze diep willen spelen en de leerling voelt, ze moeten 10 ballen doen. En ze krijgen er maar 2 of 3 in die zone. Ja, dan gaan ze wel luisteren naar jouw tips over het uitvoeren. Want het lukt nog niet zo goed. Ik wil kijk dat beter kunnen. Dan is er een leerbehoefte. Als er een behoefte is om iets te leren, jongen, dan luisteren kinderen echt goed. Maar als ze geen leerbehoefte hebben of geen goesting om iets te leren, het laatste als coach. Dan zeg je, oh man, wat een kind, wat een groep, joh. Nog 18 weken, come on. Zijn ik er vanaf. Ja, ik heb die ook gehad, hè? Snap je? Maar kan ik me nog aanpassen of er iets aan doen om toch dat te verkrijgen, die leerbehoefte? Snap je? Kan ik daar die stapjes in zetten? Want wat ik nu vertel is, met dat diep, dat lijkt heel logisch, hè? Als je nu, oh ja, elke keer dat leren diep, oké, okay, dat tonen. Heb je het al iemand zien doen op de club? Van die oefeningen? In rood? Kom ik ook uit een grote keuken, niet veel gezien. Hè? En als je dat gaat doen, hè, dan kijkt iedereen, was die bezig. Omdat dat niet de standaard is. Dat is niet de standaard. En zo zie ik dat ook bij jonge coaches. Die zijn zelf speler. Die gaan we de eerste keer lesgeven. Die kijken zo, oké, ik ga dat ook doen. Ja, maar dat is ergens, ja, dat is je volgt altijd de kudde. Ja, een leuk verhaaltje over. Je moet daar eens op letten op de club, hoeveel kuddegedrag er is. En ik geef eens 1 tip. Ik kom bijvoorbeeld uit de Sandelo. Er zijn 7 indoorbanen. Blijkbaar is er de regel dat elke coach aan de kant van de cafetaria staat. Dat is een regel. Want dat ballenkot is ook aan die kant. Dus die pakken hun mindset, die gaan allemaal aan de kant. Alle 7 op een rijtje aan de ene kant. Dus als jij een nieuwe coach... Maar ja, ik zal ook maar aan die kant gaan staan, zeker. Iedereen doet dat. Je ziet nooit... Ik heb dat eens een keer gedaan, een paar jaar geleden. Ik was enige aan de andere kant. Je voelt u precies zo van, iedereen loert naar mij. En iedereen ook zo van, wat staat er nu aan de andere kant? Ja. Hou even nu, reality of the game. Hoeveel wisselt je van kant in een wedstrijd? Ik heb nooit gehad. Ik nu terugdenk als speler, trainen 5 dagen per week. Ik heb
30 weken lang, 5 dagen, aan de overkant gestaan. Hè? Uren aan een stuk. Soms ook wel eens voor te serveren, want Mandje staat dan daar. Dan moest ik naar Ginter gaan. Maar in een match is het wel twee games wissel. Dus je moet wel constant, misschien met zonlicht, ook indoor niet, maar in de zomer, je moet ze daar wel dat altijd wisselen. Je begint misschien hier, oké, volgende oefening aan die kant, kan je er al wel in steken, hè? In je training. Dat is misschien maar een klein ding, maar ook dat is voor mij al reality of the game. Maar check het volgende keer eens op je club. Iedereen staat aan een bepaalde kant. Ik ben er zeker van. Het is misschien praktisch, hè, Ruben? Ja, het is praktisch. Daar zo noemen we het. In Limburg noemen wij dat law. In Antwerpen noemen ze dat praktisch. Check. Toch weer tegen die Antwerpen. Nou, het rekken al een negatieve beoordeling over Antwerpen. Maar het gaat er wel over. En dit is ook motorisch leren. Hè. Iedereen die instructeur B gedaan heeft, motorisch leren, geef al dat vak, komt altijd terug. Hè. Komt altijd terug. Herkennen, keuze, uitvoeren. Zo. Moeten we dat in de trainingen steken. Voorbeeldje, diepe bal, ja, wat ga je doen? Diep terugspelen of op de backhand terugspelen? Dat is een keuze. En dan uitvoering, techniek, benen, romp, arm, daar kunnen we in kijken. Maar ook de controle, ja. Is het correct? Is het diep of niet diep? En dan kunnen we, als het wel correct is, kan je nog altijd gaan discussiëren over de kwaliteit. Ah, dat is niet met spin. Het was in de diepe zone, maar nu gaan we dat met spin doen. Hoger niveau. Nu gaan we dat met spin en sneller doen. Dus misschien dat het al wel lukt, maar dan kunnen we nog gaan discussiëren over de kwaliteit van het lukken. Okay. Ik heb een spelontwikkeling geprobeerd. Het is een beetje nieuw dit. Om ja, die spelers te helpen in het wat en hoe. Een klein stappenplan. 4 fases. 4 fases geprobeerd te knutselen om... Hoe was nu de reality of the game? Heel veel gekeken en met wat coaches over gehad en ook heel veel naar wedstrijden gekeken op tv, op het feest van de jeugd, in het buitenland, op gewoon op de club, laagste niveau, start to tennis, whatever, heren 6, alle niveaus. En de 4 stappen komen eigenlijk wel savaar terug. Stap per stap. Als 1 niet lukt, moet je niet naar 2 of naar 3 gaan, want dat gaat niet. Je moet eerst met een fiets leren rijden, dan met een auto, bij wijze van spreken. Eerste stap is lukken in de eerste 4 ballen. En ik bedoel daarmee, tweede stap, daar ga ik zelfs op in, overheersen in lukken. Gewoon zo goed kunnen terugspelen, dat, voordat een andere mist. Je blijft terugspelen, overheersen in het lukken. Als je dat kunt in U9-3, hè, 6 keer service en dan nog 5 keer terugspelen, dan speel je speelfeest van de jeugd. Gewoon poek, 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 terug, die missen toch. Want je zit in U9-3 bezig. Die kunnen geen 6 keer terugspelen. Maar dan, als je op reeks 1 speelt, ja, dan moet je wel heel goede kwaliteit. Je speelt zo goed, moeilijk, dat een andere mist. Okay. Snap je de switch weer tussen laag niveau, goed niveau, gewoon al basic binnen de lijnen, of heel goed binnen die lijnen spelen. Dat is eigenlijk voor mij level 2. Het overheersen en het lukken. Als je dat kunt, je bent echt heel vast, dan kun je gaan naar, oké, we gaan hem doen bewegen en doen mislukken. Misschien moet je gewoon beginnen, laat hem wel lopen en hij mist al. Maar dat wil ook wel zeggen dat je de andere kant moet leren. Hè? Je moet ook nog lukken en je moet wel ver lopen. En dan laatste stap, ja, echt doen mislukken. En dan voor de elite bij wijze van spreken, maar dat kan ook elite clubniveau zijn, tijd wegknippen. Alles sneller beginnen doen. Of misschien met je benenspel tijd wij. Oh, die moet je zo gaan pakken, de klassieker. Hè? Killing situatie in instructeur B, moment van opkomen. Dat doen ze altijd opkomen. Hè? Dat wil ik zeggen, als een tegenstander dit doet, ja, dat is het moment om dat net te lopen. Hè? Die gaat nooit een knaller nog spelen als hem dat doet. Dat gaat nooit tjak langs de lijn zijn, of was hem heel goed. Of moeten we een lottoformulier invullen. Maar dat weten van als ze dat gaat doen, ja, dat net. Check, volleke tijd weggeknipt. Dus wie nog ooit een instructeur B-examen doet, kun je dat doen. Maar dit zijn de 4 fases, denk ik. Dat is heel, heel simplistisch. Dat is niet veel. Kun je weken mee vullen. Weken.
Want eerder die eerste vier lokken, dat is al lastig. Oké, okay, we gaan er eens dieper op in. De eerste lokken, de eerste vier ballen. Ja, dat starten van het punt. Bal 1 en bal 2. Opslag, terugslag. Altijd bam, bam. Wat filmpje dat je net ziet. Dat moet het eerste zijn wat je eigenlijk in het seizoen gaat doen. Want in een match, je moet er altijd mee beginnen. En elk kindje, oh nee, ik ben al, oh, ik moet gaan opslaan. Ja, dat is al min 10% of 20% van de rally, hè. Oh, ik moet gaan opslaan. Maar doe jij maar, doe jij maar. Tos, doe jij maar opslag. Hey, er zijn superveel die niet graag serveren, hè. Vraag dat op de club, dat is echt een killer. Maar ik heb ooit een spelertje gehad, Fienvoet, dus nu al 15, 16 jaar. Ook nog KDT gedaan, hè? Rood. Die vond dat heel leuk. Dat was niet de mooiste opslag, klein meisje, dus dat was niet van kabam naar beneden, hè? Dat is meisje. Maar die vond dat wel heel leuk. Die kon dat niet supergoed, hè? Maar die vond dat wel heel leuk. Die vond dat niet erg om te starten. Maar ook wel gewoon terugslag. Sorry, maar als je zo in de U9-3 opslag, kom op, je kunt toch direct al iets mee doen. Maar ze hebben dat niet geoefend met die terugslag. Die wachten dan tot de bal bij hun is. Dus daar heb ik een skillful gemaakt van aanpakken, wat kunnen we ermee doen qua positie en dan nog eens doe dat of doe dat. Oh, veel ravage aanrichten ze met de terugslag. Ook weer een paar meisjes deze zomer getraind. Redelijk niveau, hè? Keiveel gewerkt op de terugslag. En die kwamen altijd in voordeel als de anderen serveren. En je zet druk, hè? Als je zo'n paar patatten terugslag rond je oor krijgt, oh fuck, mijn sir, zet druk en gaan ze meer missen ook al. Op de hoogte. Je kunt het op elk niveau toepassen. Als je zo'n paar keer een klets krijgt van een terugslag, dan moet je wel een mental beast zijn. Dat zijn ze meestal niet, als ik naar de kids ga kijken. Dus zie eens waar je er kunt insteken. Starten van het punt, maar ook wel, je hebt het starten van het punt en dan de next level moet je ook wel beseffen, starten van de rally. Je hebt een service gedaan en dan die bal 3 spelen. Heeft zeker tot vorig jaar geduurd eer ik daar deed. Dus ik liet mijn speler serveren en dan direct oh, een nieuw balletje. Zie je, dat heb je toch niet gefilmd, man? En direct een bal 3. Want meestal is het service, het mindje, het volgende. En je krijgt niet je service en direct wat achteruit. Of we oefenen dat nooit. Maar in een match moeten ze dat dan wel altijd doen. Service en een bal 3, als hem terugkomt, überhaupt. Maar ook wel terugslag. Herpositioneren naar het midden, bal 4. En het is niet terugslag en blijven staan. Maar wij oefenen dat wel zo. Hè? Terugslag en wachten. Terug, als je dat constant, zoals de hond van Pavlov, die wordt er gewend. Hè? Terugslag en passief. Terugslag en passief. Dan in een keer match. Terugslag en actief. Ja, dat is niet de reality of practice. Dus, eerste 4 ballen. Opslag, terugslag, bal 3, bal 4. Dat moet echt. En als dat lukt. Dat kunnen ze, ze lukken. Ik heb het niet over de vorm, hè. Gewoon dat lukt. Dan kunnen we naar het volgende pas gaan. Maar als je dit kunt maken, dan kun je. Dan speel je feest van de jeugd. Hè. Gewoon binnen, hè. Gewoon binnen spelen. Hè. En met vertrouwen. Je weet van ik kan dat. Pff, doet je. Topniveau: 80%, 70% van de punten is in de eerste 4 shots. Jammer genoeg op tv zie je altijd zo. 24 shot. Kijk, zo 24 ballen. De tv. Maar statistiek, jongens. Service. Komt niet terug. Service klets af. Maar ze domineren de eerste 4. Hè. Maar ga U9-3 kijken op de eerste ronde. Service net. Net. Terugslag direct naar winnaar. Dus. Bal 3 in het net. Terugslag in het net. Terugslag buiten. Daar draait het om. Die missen alles in de eerste 4. Of heel veel. Tweede is overheersen in lukken. Next step is eigenlijk ja, overrally de tegenstander. Speel zoveel terug tot een andere mist. Heel simplistisch. Ja, wat hebben we daarvoor nodig? Basisslagen, want ja, we zitten dan in de rally, we zijn voorbij die 4. Dan is het vooral forehand backhand. Dan begint dat pas, eigenlijk. Dan spreken we pas van forehand en backhand. Een terugslag is geen forehand backhand, dat is een terugslag. Aan de voorhand kant, of een, dat is een andere soort van slag. Dat is niet zo, hè. Dat is tjoek-tjoek. Dat is compact. Compacter. Ja, we beginnen eerst met vastheid en dan naar kwaliteit van de bal die je speelt. Eerst gewoon in. En dan oké, meer snelheid, meer lengte, meer richting. Kwaliteit van de bal gaan we stilletjes
veel eisender worden. Precisie, bij wijze van spreken. En dan komt het daarop neer, die basislaag, de fore- en de backhand. Ik noem het altijd het zwaard en het schild. Je moet een goede forehand hebben. Iedereen speelt ook altijd forehand. Hè? Ik bedoel, dat was meestal de slag. Sommigen hebben ook een goede backhand, ik weet. Dan draait het gewoon om, bij wijze van spreken. Maar laten we even vanuit gaan, standaard genomen is forehand wel het zwaard. Als je zwaard hebt, maar geen schild, kun je nog altijd vechten. Hè? Kun je nog altijd vechten. Als je alleen een schild hebt, dat is lastig. Dan moet je heel veel incasseren tot een ander een doodvalt. Dat is echt overrally in de uiterste vorm. Zo speelde ik vroeger altijd. Ik had alleen een schild. Gewoon wacht tot een andere neervalt. Als je beide hebt, dat is natuurlijk het beste. Hè? Je kunt af en toe je schild gebruiken en dan, tjak, als het tijd is, tja, doe hem dood. Maar je moet dat wel leren, dat ze. Forehand is voor mij het zwaard. Backhand is vaak de mindere slag. Daar mogen wel geen ravage of iets van incasseren. Je moet wel dat balkje gewoon goed terugkrijgen. Je gaat er niet mee scoren misschien, maar het mag ook niet punten voor de andere op een backhand als je het punt wil. Zo heb ik spelers gehad, hè. Kids door de rij, ik doe niet graag backhand, Ja. Kindje speelde altijd op zijn backhand, ik kreeg hem niet terug. Hij luisterde pakken beter in zijn backhand. Hij had een schild nodig, had geen schild, had alleen een zwaard. En hij kwam tot de leerbehoefte van, moest schild hebben. Dus, schild en zwaard. Maar ook die terminologie, die pakt wel een beetje bij jonge kids. Schild, zwaard, dat principe kunnen ze wel wat begrijpen. Zit wel in hun leefwereld. En dan een hele belangrijke, daar ben ik ook te laat mee begonnen. Neem de forehand wanneer het kan. Want dat is uw zwaardkant. Wil zeggen, 60-65% van de baan waar de bal botst, moet je met forehand pakken. Dat wil eigenlijk zeggen, wij doen dat heel vaak en ik heb dat ook standaard gedaan. Je legt altijd zo een middenstrookje. En dit is de breedte van het terrein. En je doet dan standaard in het midden, forehand kant, backhand kant. Nee mannen, maar als de bal hier botst, dus redelijk in uw comfort, ja, dat is forehand pakken, hè. Daar. Iemand die zo in uw comfortzone, dat je niet, ik weet niet wat moet doen, gewoon even rond, check. Forehand nemen. Botst hem hier, dan is het backhand. Behalve als je Nadal zit, dan kun je ook nog forehand daar pakken, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk moet je standaard in de les stoppen met een middenstrook te leggen, maar een 60-40 zone. Je hebt altijd een middellijn in het veld. Eigenlijk moet die standaard, moet die 60 forehand, dat moet standaard worden in je training. Dat spelers weten, in het midden van de baan. Gewoon als spelers zijn die goed als de bal recht op hen afkomt. Hè. Recht op hun is te laat. Dus gewoon check, check, bam. Altijd forehand nemen. Zwaard pakken. Kijk naar de tv. Superveel de laatste tijd. Hè. Allemaal. Hè. Hey, dan moet al serieus knallen in aan de 40% zone voor ze backhand pakken. Hè. Gewoon boogbalken, ze lopen er rond. Hè. Ver, ze gaan ver. Overtreffen, ze worden er dominant in. Wij moeten gewoon geven van, kan je een rood al doen? Herkennen, beslissing, uitvoeren. We kunnen perfect doen dit. 60% van de baan forehand. Heb je het gevoel dat je stilletjes aan al 10 weken kunt volgen met... we zijn maar halfweg, hè. Je kunt al 10 weken goed werken, denk ik, met de kids. Niveautje hoger. Doen bewegen, doen mislukken. Ja, eigenlijk komt het op neer. Verfijnen van de balkwaliteit langs de ene kant. Want ja, je gaat meer naar de zijlijn moeten spelen. De zones worden wat kleiner waar je in speelt. Hogere kwaliteit. Alles wat we nu al gedaan hebben, high quality. Dus opnieuw, maar high quality. En ook, we gaan meer spreken over het benenspel. Want ja, de ballen die afgevlogen komen, want ik werk high quality, en met een tegenstander dan ook wel. Hè. Dus ik ga ook moeilijkere ballen krijgen. Ik ga ook meer moeten verplaatsen. Dus we gaan ook moeten werken rond het verplaatsen. Hoe werkt dat? Hoe moet dat? Wat kan ik allemaal doen? Is dat overkruis bijtrekken? Hoe vind ik die steun? Maar ook, ik moet zo snel mogelijk terug. Een leuk oefeningetje om te doen is, I hate it, zo de positie
waar ze moeten gaan staan met het benenspel. Opnieuw het voorbeeld. Ik leg meestal dan een kegeltje zet ik of een strip. Dit is mijn kant. En aan de overkant staat ook een kegel. En ik speel een bal. En ik zeg altijd, als je op de strip je kan spelen, perfect erop. De bal botst op de strip, dan doe je een split step in het midden. Dus als de bal botst, leg je ook in het midden. Ah, botst de bal een klein beetje meer aan die kant, doe je geen split step in het midden, maar een klein beetje aan die kant. Voor het terrein wat af te dekken. Dus zo leer ik ze al van, niet altijd, is niet altijd in het midden. Waar de bal botst, herkennen ook weer. Hè? Dus ik haat dat zo, altijd in het midden. Altijd in het midden. Nee, nee, is dat een centimeter? Een centimeter split step. Je kunt het op alle niveaus doen. Hè? Aan een meter van de step. Stel je hier. Dus dat is altijd... Mijn bal speel ik ergens naartoe. Ja, dat is dat positiespel. Maar ook gewoon, het is niet in het midden. Wat een bullshit is dat eigenlijk. Kijk naar tv. Bal ver in de hoek. Waar staat die andere dan? Op het moment dat die... Bart Keersmaker heeft daar een mooi clipje van ooit eens getoond op een bijschool. Telkens stilgezet. De ander raakt de bal, waar doet hij dan zijn split step? De toppers. Maar wij doen altijd in het midden. Ja, dat herschuift. Maar dat is ook gewoon een goed oefening om wakker te worden. Hè. We botsen de bal en dan... Oh, zo moet hier... Je kunt niet stilstaan. Goeie warm-up. Kun je rood doen. Je kunt ook mee werpen doen. Hè. Werptennis. Als het niveau wat laag is. Maar je kunt op elk niveau... Doen. Verplaatsen. Herplaatsen. Ja, speel op de mindere slag. Op de backhand dan vaak. Maar speel daarop. Als je kans hebt, ketoef erop. Watjak. Liefst met een snelle bal. Ja, en dan ruimte en tijd gebruiken of leren gebruiken. Dat is dat één clipje. Tegenstander staat ginder. Oh, er is veel ruimte. Speel erin. Maar ook een beetje de tijd. Oeh, hij staat ginder. Moet ik... Misschien wel lager over het net spelen. Ja, hangt de lint, als hem in de hoek zat, laag onder het net. Minder tijd, die gaat sneller botsen, sneller de tweede bots. Dus ruimte en tijd leren benutten. Eigenlijk als je dit ziet, is het gewoon alles de voorgaande next level. Heb je echt ruimtedruk wanneer... Dat is wel een leuke. Ruimtedruk wanneer het kan, als je in een voordeel zit. Tijd kopen wanneer het moet. Oh fuck, moeilijke bal omhoog. En tijd om terug te komen. Tijd kopen wanneer het moet. Ruimte benutten als het kan. Maar niet ruimte benutten als het niet moet. Oh, check, dat grillig balkje. Je hebt een moeilijke shot en dan toch nog van die langs de lijn. Oh man, ongelooflijk. Nee, hè? Als je met voetjes in het terrein staat, mag je ruimte druk. Als je achter de lijn staat, is het gewoon diep. Diep, 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 diep. En moet jij regeltjes invoeren. Hè? Duidelijke regeltjes. Voeten in de baan, bam. Voeten uit de baan, spin, 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 spin. Dan gaan ze wel op zoek zijn om hun voeten erin te kunnen zetten. En soms gaan ze dan nog verkeerd doen. Hè? Dan ga je moet zeggen, nee, maar zo is het ook niet. Dat is de rol van de coach. En als laatste tijd wegknippen. Snel of sneller spelen. Gewoon snel blijven meespelen. Of, wow, ik speel nog sneller als met een tegenstander. Traag, bam, snel. Dus het is gewoon snel houden of... Sneller spelen, versnellingen. Dat is wel iets anders dan snel spelen. Een laag niveau speelt op een tempo, betere spelen sneller. Maar het belangrijkste is dat je van traag naar snel ook kan gaan. Of van snel naar traag. Vertragen kan je het ook weer doen. Opkomen naar het net komt nu pas aan bod. Misschien hebben ze al wel eens gedaan, maar nu pas. Ja, volley en smash leren wegspelen ook. Zit erbij in. Het moet altijd gelinkt zijn naar het net komen. Dat volleytje. En dan ja, positiespel zonder bal, zoals laatste oefeningetje, bij wijze van spreken. Waar ga je staan als je niet moet slaan? Dat is een oefeningetje dat ik net getoond heb. Okay. Dus, spelontwikkeling, 4-stappenplan, maar je kan echt wel er veel mee doen. Maar daar kunnen we wel even mee vullen. Belangrijk, binnen dat stappenplan kan jij nog kiezen welke versnelling je kunt rijden, hè, met je rode. Is het eerste vitesse, derde vitesse, vijfde vitesse? Oh, we moeten soms eens achteruit rijden. Even toch wat gemakkelijker maken. Dat kan ook. Ik geef jou gewoon wat manieren om te versnellen. Ja, ga je focussen alleen op het ontvangen of alleen het zenden of de combo?
Dat is moeilijker. Dat is moeilijker. Ga je met richting werken, met lengte of met richting en lengte? Gecombineerd. Dat is moeilijker. Moeilijker maken is niet moeilijk. Ah, ga je hand-hand rally doen? Ik bedoel daarmee, ga je gewoon werptennis doen. Gewoon werptennis in rood. Dan ga je wel die situaties kunnen doen. Misschien als het raket erbij komt, is dat direct minder. Om toch wel de situatie en de intentie te tonen. Maar ook wel self-feed drills. Ik bedoel daarmee, als ze moeten zenden, gewoon laten botsen en spelen. Dan moet je keiveel doen in rood en oranje. Ik doe dat zelfs nu met die meisjes, ik weet niet wat niveau, maar gewoon, je bent nu hier, bots en speel. Maar wel een tip, heel veel in beweging. Ah, ze nemen een bal, ze verplaatsen daarin, tjak, tjak. Terwijl als ze bewegen, gooien ze hem zelf niet zo, hè, op, in stand. Dat is ook al goed, maar je moet ze ook wel leren zelf feed, terwijl ik verplaats en bots en speel. Kunnen kijken, hoe oefenen dat draaien af van? Je pakt de bal mee, hap, tjak. Ze zijn in beweging, zelf aan het trainen. Er komt geen inkomende bal. Die knip ik er even uit. Dat is te moeilijk. Maar als je dat nog niet kunt, ja, wat zou dit kunnen als een bal afgevlogen komt? Maar wij verwachten dat. En oranje, als ze dat kunnen. Begin daarmee. Dus die self-feeds kunnen ook wel in beweging. Oké? Ja, raket naar hand. Dus controleren met de hand. Hand. Je kunt dat ook vertragen. Het tempo van de rally is... Raket is uiteindelijk het doel. Hè? Je kunt er ook een tussenstop. Bal pakken, bot spelen of optikken. Je kunt dat tempo er altijd uithalen. Of even klemmen, check, check. Doe ik zelfs ook nog met mijn tieners. Hè? Hey, dat moet je eens proberen. Ik heb nog zelfs met hoog niveau dan. Rally spelen. Ze moeten eigenlijk altijd in de opwarming moesten ze de bal pakken, bot spelen. Maar op goede snelheid. Hey, in het begin, die pakten er altijd naast die spelers. Hey, hoog niveau, hè. Gewoon, er komt een bal af. Pakken, bot, speel. Als warm-up. Dat was echt voor hun, fuck jongen, dat is moeilijk. En je moet veel beter kijken, positie, direct wakker. Plek van, tjak, tjak. Bam, bam, tjak, 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 terug spelen. Stilte, simpel. Dus soms, waar je bij de kids tennis doet, kan je dan bij de goede spelers gebruiken als warm-up of als teaser. En dan ook, ja, in welke fase zit je? Zit je in het leren? Slow? Is het in het oefenen, samen oefenen? Of is het echt in, kom maar, we gebruiken dat in wedstrijdjes. We gaan matchjes spelen, punten spelen. Dat is ook wel een verschil, hè. Maar ook wel, jouw rol is wel anders als coach. Aanleren is iets anders als we gaan eens zien. Wat kun je er nu van? Speel maar eens punten. Ga maar eens zien. Wie kan zijn zwaard en schild goed gebruiken? Andere insteek. Learn, practice. Kom, clip je weer, dat gaat ook. Kijk, die mannen die stoppen de bal. Die spelen niet tjak, tjak, tjak op en af, maar die vangen en spelen. En weer de drie zones. Hap, vangen, herplaatsen naar de middelste strook. Hap, spelen naar een strook, vangen. Dat is rallyvaardigheid. Die spelen rally op een heel, heel, heel belachelijk traag tempo. Maar als je dit nog niet kunt, wat zou je dan raket kunnen? Want die hebben dan, oh ja, ik moet nu naar Ginder. Die hebben tijd nodig om dat op een slow manier te vinden. En dan kan je dat dan met elkaar doen. Ofwel komt de coach, kijk, en de coach knipt nu even het... Hij doet wat verschillende vormen van tempo, met tussentoets of niet. Oh, voilà. Moet zich wat aanpassen natuurlijk. Als de coach kunde weer, dan train je misschien op een beetje hoger niveau dan als het met elkaar is. Want ja, een medepartner is vaak wel wat minder als de coach voor te spelen. En ook weer dat kijken, steekt hem erin. Voilà, kijken waar staat de speler, moet je naartoe spelen. Leren weer, herkennen. Maar vooral aan de overkant, hè? Dat is het doel. Hè? Je kan dat ook doen met waar botst de bal. Als hij hem daar botst, speel je hem terug naar Ginder. Maar initieel is wel het doel uiteindelijk tegenstander leren kijken ook. Dus het kan op niveau rood, op niveau oranje, die skills ontwikkelen met de spelers. Het laatste wat je probeert is zo'n beetje, ja, dat je als trainer wat duidelijke... Wat fiches hebt of terreintjes waar je met oefenstof aan de slag kan gaan. Geprobeerd. Ik geef maar een voorbeeld. Luk in de eerste vier ballen, starten van de rally. Oké, gewoon full court. Doe maar. Probeer dat eens. Je moet niet in een zone spelen. Gewoon rood terrein, oranje terrein. Opslag, terugslag, bal 3, bal 4. Hoeveel keer kunnen jullie dat als team? Dat is het. Dat is de start. Ah, wil het wat moeilijker maken? Oké.
We gaan dat doen, maar je speelt alleen in deze twee witte zones, in de crosslijn. Starten van punt, terugslag cross, bal 3 cross, bal 4 cross. Dat is moeilijker. Kunnen jullie dat? Op niveau rood. Ah, we gaan het zelf doen, maar nu is het maar aan de ene kant. Je serveert, je hebt bal 1 en bal 3 full court. Mocht overal spelen, maar degene met bal 2, bal 4 moet aan de forehand kant de bal laten botsen. Dus je maakt het weer eigenlijk een iets makkelijker. De ene speler heeft het moeilijker dan de andere. En je kan natuurlijk ook forehand of backhand krijgen. Pas op, hier is het misschien dan weer gemakkelijker, want het is alleen forehand. Forehand terugslag, forehand bal 4. Hier weet het niet, hè. Dus misschien is het langs de andere kant ook weer moeilijker. Oefening. Leuke discussie, hangt ook een beetje af van je niveau. Oh, nog eentje dat we kunnen doen. Oké, we gaan... deze heeft maar ene kant, maar die moet... Hij moet wel afwisselend ene keer serveren naar hier. Bal 1 hier. Bal 3 moet dan naar daar. Ah, geserveerd naar de ene kant, moet de volgende naar de andere kant. Direct doen bewegen, zit er dan in. Niet twee keer hetzelfde. Tjak, tjak. En deze moet altijd hier spelen, naar het schild, de backhandkant. Bijvoorbeeld. Een oefening. Nog een oefening. Ah, we doen hetzelfde, maar je hebt maar 3 stroken. Je hebt 3 stroken in plaats van een middellijn. Gaan we dat eens doen. Ah, je moet altijd... je mag niet met de spelen van het terrein. Service direct wel naar buiten. Hop, trek je terugslag nooit naar de speler toe. Altijd weg. Mocht niet in het middengootje spelen. Oefeningetje. Je moet er net wel in spelen. Omgedraaide oefening. Altijd smal, smal. Smal strookje maar voor in te spelen. Geeft een bepaald gevoel. Nog een andere oefening. We gaan nog lang kunnen doorgaan met tekeningsjes. Ah, we gaan het zelf doen, maar ja, wel lastig. Ene kant free. Heel smal. Opslag en bal 3. Heel beperkt. Fijn werken. Ai, ai, ai. En je weet niet wat eraf komt. Lastig. Omgedraaid. Nu is de serveerder en zijn bal 3. Dus hij krijgt na zijn service daar een moeilijke bal en nog eens een bal 4. Maar ook daar. Service altijd in het midden en bal 3. Ik moet altijd naar hier spelen, deze speler. En een andere moet tak, tak doen. Doen bewegen. Wow. Bal 2 voor een kant, bal 4. Wow. Backhand. Helemaal aan de andere kant. Echt direct dat doen bewegen zit erin. En zo kun je blijven tekenen. Je zit nog maar in één, de eerste ding. Snap je wat ik bedoel? Ai man, het is echt kei gemakkelijk om 100 lessen te voorzien van rood naar oranje, denk ik. Dat je daar stap per stapje, maar wel starten met de starten van de rally of starten van het punt moet erin zitten. En zo kan je tekeningetjes blijven verzinnen. Ik heb nu alleen maar zo lijnen getrokken. Hè? Moet je vragen als je zo lijnen begint te tekenen. Ik kan nog even doorgaan. Ik heb het niet geprobeerd gisteravond, maar je kunt volgens mij wel wat tekeningetjes maken. Maar je maakt het moeilijker, 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 moeilijker. En dat kan je voor start-to-tennis, tieners, kan dit ook dienen, denk ik. Niet per se rood naar oranje, maar ik denk wel dat daar wel de clue misschien ligt. Als ze dat beseffen dat het dat is. Oneindig veel mogelijkheden en dus ook trainingsvormen om te doen. Om settings te creëren. En als dat niet lukt, oh, dan wil ik dat bijleren. Coach, geef mij eens wat tips. Leerbehoeften. Oké, wrap-up. Belangrijk. Denk aan de stapjes in het terrein. Het is een hele grote overgang van rood naar oranje. Wees daarvan bewust. Bouw dat echt in. Doe dat. Doe dat op de club. Eigenlijk kunnen we daar een nieuwe kleur weer verzinnen. Hè? Je hebt rode lessen en je hebt rood naar oranje lessen en dan oranje lessen. Ik denk wel dat je daar een seizoen mee kunt vullen, zo van rood naar oranje. Gewoon de kort. Ja, situatie en intentie, neem dat mee. Welke situatie was de intentie? Herkennen, keuze maken. Geef niet alleen de aandacht in het uitvoeren. Belangrijk, mannen. Herkennen ook. Anders de roltrap. Anders de roltrap. En als laatste, ja. Ik hoop dat het meeste blijft hangen. Het stappenplan. Eerst lukken in de eerste 4 bal. Moeten veel meer service terugslag er standaard in. Overheersen en lukken. Kwaliteit en dan de tijd. Tijd wegknippen. Dan pas alles sneller gaan doen eigenlijk. Dat is het laatste. Misschien komt niet iedereen in stap 4. Maar 1 en 2, als je dat goed kunt, zijn de goede spelers maken. Los van de skills, hè? Los van de swing.
je dat spelletje snapt.